Net als een appel. Net als een appel. Dat wordt de promotiecampagne van het Kaki-fruit naar deze aflevering. Net als een appel. Net als een appel, zegt Missy Kavoer. Dat is zo oneerlijk zijn. We hebben het nog niet geproefd. Het oordeel is geveld. Net een appel. Geen K-rader. Geen K-rader? Ik vind appel wel lekker. Okay. Ja, omdat het een appel is, is het geen K-rader. Oh, ja. Dus we noemen het gewoon een appel. Ah, ja. Even kijken. Dat is het, oh ja. Welkom. Welkom bij de Missy Kavoer bonusaflevering Kaki Fruit. Ja. Het is, we hebben het er al over gehad. Het lijkt een beetje op een oranje tomaat. Ja. Het is erg stevig. Dat is het zeker. Ja. Nou, je kan het dus met schil eten? Ja, je kan het gewoon zo eten. Maar iemand zei wel dat de schil niet lekker was. Oké. Okay. Dus we moeten het wel twee beoordelingen geven. Ja. Hier. Gewoon de schil en... Op Kaki. Kaki. Een harde schil. Oh. Ik begrijp wat men bedoelt met het schil, maar ik vind het niet zo... Ik vind het lekker. Ja, het is best oké. Ik vind het niet erg. Ik verwacht het erger door de waarschuwing. Het schil is een beetje droog met een soort heel licht korrelige zoete binnenkant. Ja, het is een beetje appelig. Het is net een appel. Ja, de schil wel. Maar wat erin zit... Is niet. Ik vind het ook wel... Het is wel machtig. Voor zo'n klein stukje fruit. Bijvoorbeeld, een mandarijn is echt, stop ik in mijn mond en zit ik in één keer door mijn... Mandarijn is 90% water. Maar wel, ja, waterstap. En dit is toch wel, dit vergt meer... Dit vergt meer van je. Ja. Weet je? Nee. Hij is wel sappig, maar... Ik vind het niet het meest frisse fruit. Nee, dat is het niet. Dat is het niet, nee. Maar het is ook niet verder een muffe fruit. Nee, nee. Maar het, inderdaad, het heeft iets. Ja, gewoon ook, je ziet het eigenlijk al aan de buitenkant. Wat het niet frissige. Het is echt het is een stevige knoert van een fruitstuk. Ja. Het is wel trouwens echt een heel goed EK-fruitstuk. Kijk die oranje geit. Het zegt zo van. Zou het daarvoor bij de Albert Heijn hebben gelegen nu? Oh. De restanten van het mislukte EK. Dat ze dachten, al komen we hoog. Ja. Kaki fruit, dat is Nederlandse fruit. Ze hadden al een lied klaar. Nederland, kaki fruit. Jij brengt ons naar de top. En nu kost het 59 cent. Ik ben geen superfan van de schil, toch? Nee. Duidelijk. Nee. Maar. Dat is oké, maar ik zou daar niet die waarschuwing zou ik zeggen. Nee. Het is niet van. Het is niet het fruitstuk dat ik zou pakken, want ik... Nee. Maar dat is ook niet waarvoor ik het ging eten. Nee. In fairness, ik dacht niet kaki fruit ontroont al ding, het fruit. Ja, maar het kan een nieuwe ding zijn. Gewoon hoe het eruit ziet. Ik vind het niet zo lekker uitzien van buiten. Nee. Ik vind het van binnen wel mooi. Dan heb je echt die hele mooie... Gewoon die kleur oranje. Het ziet gewoon... Kaki ging duidelijk voor de oranje in de evolutie. Dat is echt... Ja. Ja. Dit en die ene soort paprika. Ja. En zien ze duidelijk het meest bekende oranje, maar... Maar toch, die van binnen, die ging... Deze gaat overtuigender voor oranje, doordat hij zo intens alleen maar oranje is. Behalve dat stukje hout aan de bovenkant. Dat was het, denk ik, hè? Ja, dat was kijken. Ja, we hebben nog al onze... Zijn er nog vragen? Stuur ze naar... geen e-mailadres. @kavoer.jp JP. Dat is het hoofdkwartier van Kavoer in Japan. Ja, mensen, we werken voor een organisatie die de wereld overneemt. Japan. Ik ben nu gewoon van het lik als op de schoen. Ja. Wat is dat? Ook. Kijk, fruit. Verwerken ze eens een keer in een toetje, zoals wij niet deden. Zoals wij niet hebben gedaan, ja. We hebben er nog één liggen, maar... Er stond op dat forum, stond ook hier links naar twee recepten. Allebei dode links. Oh, wow.
Dus, ja. Duidelijk zit er niet veel business in de Kaki recepten website business. Sorry vegetarische mensen van de vegetarische maand dat we er nu al eentje af en af gesnoept hebben, maar... Ja, hij was er nu. Ja. Je weet nooit, misschien stort hele Kaki, misschien sterft Kaki uit. Ik bedoel, voor zover we weten, is de Kaki-industrie aan het falen. Dat was ook een probleem met hij. Dus... Ja. Dus, dit is een beetje trieste einde op een. De dood van Kaki is als de dood van God. Voorspeld door Nietzsche. Kaki is dood. Jullie hebben hem vermoord. Kaki fruit. Waar heeft hij zich soms verstopt? Met gewoon dezelfde dialoog. Maar dat heet de bolle mens. Ja. Hoe hebben jullie de fruitgaarden kunnen leegeten? Hoe hebben jullie de verzadiging? Dat is een dikke man. Die heeft al het kaki opgegeten. De bolle mens. Dit wordt nog een probleem van de westerse samenleving. Maar ik kom te vroeg. Dat zijn nog een van de weinige mensen met morbide obesitas. De enige dan. De bolle mens. Stom. Ja. Oh. Ja. Ja.